In Lansingerland in zicht. Lekker freubelen bij de stander. Lansingerlandgenoot Jan Vermin. Monumenten met eeuwigheidswaarde. Maar nu eerst feest bij Concert at the Park. Ons clubje bestaat 40 jaar dit jaar, dus we hadden het idee om het een keer over een andere boeg te gooien. En ja, ik heb samen met mijn andere commissieleden daar een tijdje op zitten broeden en dit is eigenlijk wat er is uitgekomen. Normaal doen we jaarlijks wel een evenement voor ongeveer 1000 tot 1100 man, maar dit is ongeveer 4 keer zo groot. Voor oud-Blijswijker DJ Maurice is het Ronde Tafelfeest ieder jaar vaste prik. Eigenlijk jaarlijks op het feest van Ronde Tafel. En dit jaar mogen we weer bij zijn op de grote editie. Dus van tevoren voor de VIP's en nu lekker steeds dus de artiesten door. Elk jaar gaat de opbrengst van de Ronde Tafel naar een lokaal goed doel. De 3 dorpskernen van Lansingerland, dus Berkel, Roderijks, Blijswijk en Bergsenhoek, hebben we 3 verenigingen per dorpskern, zo moet ik het zeggen, hebben we gekozen. En daar gaan de opbrengsten naartoe. Zeker een gezellig biertje, muziekje erbij. Wat wil je anders? Welke artiest vinden jullie nou het beste tot nu toe? Wannietober. Wannietober? Ja, die! Nog steeds tot die komt. Vorig jaar natuurlijk een foodtruck festival, nu dit. Dus hopen dat het terugkomt. Leuke mensen, gezellige mensen. En je voelde dat iedereen er zin in had. Iedereen kwam voor een feestje en we hebben geprobeerd een duit in het zakje van de feestvreugde te doen. Ik vind het een superleuke sfeer hier, dus ik verwacht een leuk feestje. En nou zag ik 2 hele mooie dames op het podium. Heb jij die meegenomen? Ja, dat is mijn zus. Ja, die zijn vaak mee als ik draai. En omdat ik nu ook zoveel jaar hier sta, zeg je nou, weet je wat, neem ik ze mee deze keer vanavond als cadeautje voor de Ronde Tafel, zeg maar. Omdat het ja, toch ook hun feestje is, 40 jaar. Ja, super tevreden. Het is, we zijn al een jaar met de voorbereiding bezig geweest. En nu al 2 weken operationeel bezig. En als je dan dit ziet, hoe het nu erbij staat, ja, dat is wel gaaf. En een kippenvel momentje. Ja. Feesten kunnen ze wel, de bewoners van de 3B's. Op naar de volgende 40 jaar van de Ronde Tafel. Beschik je over een fijne motoriek en hou je van priegelen? Iedere woensdagmiddag kan je dan je hart ophalen. Iedere woensdagmiddag houden wij CREA van 2 tot 4. Dat doen we al meer dan 20 jaar. Eerst in het Smitshoek. En nu, die is opgeheven, jammer genoeg. En nu zijn we in de Stender. Meten. Knippen. Plakken. Lekker freubelen en gezellig bij elkaar. Hoe leuk is dat? Waar haalt u het geduld vandaan? Nou, gewoon om te gaan zitten doen. Ik weet het niet. Dat heb ik waarschijnlijk, maar ik ben niet zo geduldig hoor. Maar dit doe ik graag. Ik vreubel graag met mijn handen. Zo knap is het volgens mij niet hoor. Maar ja, je moet wel het zin in hebben en geduld hebben ervoor hoor. Dat is wel belangrijk. Je moet wel over een goed concentratievermogen beschikken, anders ben je hier niet op je plek.
lang doet u dit al? Nou, verschillende jaren al. Ik kan niet precies zeggen hoeveel hoor. Maar ik geniet er enorm van hoor. Dus, mag ik vragen hoe oud u bent? Nou, ik hoop 91 te worden. Het zijn allemaal gezellige dames. We vatten elkaar aan, we helpen elkaar. Wat de een niet doet, dat doet de ander weer. Het is gewoon geweldig gewoon, om hier in de middag te zijn. Moet ik lid zijn van deze club of kan ik zomaar binnenlopen? Je kan vrij bij ons binnenkomen lopen. Je betaalt alleen maar de kaart, €2 inclusief materiaal. Heeft u een cursus gevolgd om deze kennis over te brengen? Mezelf aangeleerd. Ik heb vroeger op de nijverheidsschool gezeten. Ik doe zelf veel hobbyën, breien, beduren. Nou ja, dat is je fijne motoriek, zeg maar. Dat doe je gewoon uit je hart. Madeleine, je mag verder komen. Hallo. Hoi, ga je gang. Ik ben Jan Vermin, ik ben 60 jaar, ik ben geboren in Maassluis. Ik woon inmiddels al best lang in Bleiswijk, sinds 1982. Nou, dan moeten we zo eens eventjes een onderzoekje gaan doen. En eventjes kijken wat precies de oorzaak is en wat we daaraan kunnen doen. Ik ben een fysiotherapeut, ik ben acupuncturist. We hebben een praktijk met een heel breed aanbod, allerlei therapieën. Waarbij ik zelf ook meer de arbeidsgerelateerde klachten behandel. Dus we komen ook op bedrijven, we doen onderzoek naar werkhouding. We geven mensen ook therapie op de werkplek zelf. Waardoor mensen minder snel verzuim hebben. En dat is natuurlijk gunstig ook voor het bedrijf. Dus als je dwars gaat zitten. En dan zie je zo de schouderkop zie je. En dan zie je zo de pees die daarboven loopt. Dat is een hele mooie schouderkop. Heel mooi kraakbeen. Ja, dus om te kijken of er een scheurtje in de pees zit, om te kijken of er een verkalking zit in de pees. Je kan ook natuurlijk kijken of als er een fractuur is bijvoorbeeld. Hè. En dan vervolgens, als je dan gezien hebt wat de afwijking is, dan kun je daar een gerichte shockwave op geven. Ik ben gespecialiseerd in shockwave. Shockwave is een nieuwe techniek, komt uit Zwitserland, ontwikkeld om nierstenen te vergruizen. En men heeft gevonden dat als je dat met nierstenen kan, dat je dat ook kan met verkalkingen. Dus de shockwave is nu ontwikkeld als een apparaat waarbij wij peesklachten behandelen. Scheurtjes in een pees. Klachten waarbij je verkalkingen ziet in een pees of in een slijmbeurs. En daarmee kun je heel goed behandelen op het gebied van hielspoor, tennis-elleboog, schouder, peesblessures. Maar bijvoorbeeld ook verkalkingen in een slijmbeurs van de heup of een slijmbeurs van de schouder. Shockwave voel je wel. Het is niet zo dat het nou extreem pijnlijk is. En natuurlijk ga je, als je met de patiënt bezig bent, aan de hand van de pijn van de patiënt het apparaat doseren, zeg maar. Maar natuurlijk voel je het wel. Het is niet zo dat het volstrekt ongevoelig is. Je hoort het apparaat tikken. De patiënt voelt wel dat er iets gebeurt. Eigenlijk ben je er gewoon altijd mee bezig. Je ziet op straat zie je mensen met een bepaalde looppatroon dat je denkt, die heeft net een nieuwe heup gehad. Of je ziet natuurlijk steeds dingen, maar je denkt ook wel heel vaak aan mogelijkheden voor de praktijk. Of ineens schiet je iets te binnen van, ik had bij die patiënt bijvoorbeeld dat of dat moeten toevoegen. Dan heb je daar best wel eens even dat je daar aan denkt en dat je dat bij een volgende behandeling bijvoorbeeld meeneemt. Ik mankeer ook wel eens wat. Ik ben met het aftuigen van de kerstboom enorm door mijn rug gegaan. Nou, dan pas voel je wat dat is om door je rug te gaan en echt niets meer te kunnen. Ik probeerde de bal die achter in de kerstboom hing eruit te halen. Op dat moment ging ik door mijn rug en mijn zoon heeft me moeten helpen om boven op bed te komen. En ik kon helemaal niks meer. Ik kon niet zitten, ik kon alleen maar liggen. Dat is op zich eigenlijk ook goed om te ervaren. Want dan weet je ook hoe mensen zich voelen en hoe beperkt ze zijn als ze door hun rug gaan. En dan heb ik natuurlijk ook behandeling nodig.
Naast het werk, wat ook wel een beetje een hobby is van mij, vind ik het heel leuk om eens in de week Pilates te doen. Ik doe wat aan fitness. Fietsen, mountainbiken, dat zijn wel de hobby's. En ik heb ook iets met paarden. Het lichaam is super ingewikkeld, maar ook heel mooi. Dus je ziet dat er allerlei zones zijn op de rug bijvoorbeeld, die corresponderen met organen. Dus als iemand bij je komt en die heeft bijvoorbeeld klachten in de rug, dan kan natuurlijk de rug zijn. Maar het kan ook zijn dat het van de nieren afkomt. Dus je moet altijd in de gaten houden dat natuurlijk wat je aan de buitenkant vaststelt, dat dat wel correspondeert met de binnenkant. En dat dat belangrijk is dat je ook die combinatie goed je realiseert. Ik ga nu een triggerpoint aanprikken. Je prikt de naald in het punt en vervolgens als je dan op dat punt bent, dan kan het zijn dat de spier reageert. En dit was de twitch-respons. En dan zie je dus dat de spier even aanspant en vervolgens loslaat. Sommige mensen ervaren het best wel als gevoelig. Sommige mensen hebben dat helemaal niet. Die vinden het juist wel een prettig gevoel. Ja, iedereen is anders, hè? Dus je ziet daar hele grote verschillen in. Het is niet zo dat het nou per definitie pijnlijk is. Heel leuk is dat als mensen met klachten binnenkomen en bijvoorbeeld hun arm niet op kunnen tillen, en dat ze vervolgens na de behandeling met een volledige bewegingsmogelijkheid in de schouder weer vertrekken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus het feit dat je iemand verder kan helpen, dat iemand met een acute rug binnenkomt die nauwelijks kan lopen, en dat hij weer rechtop de deur uitgaat, ja, dat is natuurlijk heel dankbaar. Dat is heel mooi werk. Lansingerland kent vele monumenten, meer dan 50. Zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. De Stichting Cultureel Erfgoed Lansingerland neemt ons aan de hand naar deze vaak onbekende historische pareltjes. Ik sta bij de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in Berkel-Roderijs, Noordeindseweg 102. Het is een prachtig gebouw. Het is door architect Vogelpoel gebouwd. Hij heeft het in 1868 gereed gekregen, 3 jaar over gebouwd. Het is dus nu 150 jaar dat de kerk bestaat. Het is het jubileumjaar. En het bijzondere is, het is een neogotische kerk. En tegelijkertijd is het ook wel een hele mooie kerk. In 2009 heeft de NCRV een verkiezing gehouden van de mooiste kerk van Zuid-Holland. En dat is deze kerk geworden. Gotiek kan je herkennen aan de spitsbogen, aan de bovenkanten van die ramen. Dat het neo is, kan je wel zien dat het metselwerk, dat is echt van deze tijd, zeg maar de laatste eeuwen. En daarom kan je aan de buitenkant al het neogotiek van deze kerk zien. Wat wel mooi is, is dat elke kerk heeft van die steunberen die hem vasthouden. Deze zijn gekanteld, die staan niet in de kopse richting of in de lengte richting, die staan gekanteld, links en rechts staat ervan. De kerk is dus in 150 jaar geleden gebouwd, in 1926 ongeveer, zijn de zijbeuken erbij gekomen. En de zijbeuken, dat zijn van die prachtige gebouwtjes met een heel ander dak dan eigenlijk die kerk met zijn prachtige slanke spitse toren. Moet je voorstellen dat die beuken er dus tot 1926 niet waren, dan zie je dus veel minder breed, dus 1 schip. Maar een prachtig gebouw is het. Het is heel mooi gedetailleerd. Alle metselwerk is echt dat helemaal doordezend van de hele neogotische stijl. Je kan het aan die verschillende bogen zien, dat met de vertanding erin. Ik kan ook een beetje snappen wat het neogotiek nou eigenlijk was. Het gotiek was eigenlijk de manier om zoveel mogelijk raam te maken in een gebouw en ook de krachten zo duidelijk mogelijk te laten zien en af te laten vloeien. Dus je ziet in al die sporen hier, zodat die lijnen, dan zie je eigenlijk alle krachten in terugkomen, die komen uiteindelijk in die kolom terecht. Dat kan je in deze kerk heel mooi zien. En dat is in natuursteen en in metselwerk heel mooi teruggebracht. Het zit vol met prachtige beelden. Het is heel erg zuiver in de leer, in de architectonische leer opgezet met zeg maar evenwicht en dergelijke. En aan de in het koor hebben we nog 3 hele mooie geschilderde ramen die zeer de moeite waard om ook nog goed te bekijken. Het is kortom een kerk die de moeite waard is om eens rustig doorheen te lopen en alles even goed te bekijken.